Ik ben Lorraine Luster. Hiervoor heb ik de productie Grijs gespeeld. Dat was mijn eerste jaar bij Showboat. Ik vond het heel erg leuk, daardoor ben ik doorgegaan. Nou gaan we Hairspray spelen. Dat is een hele leuke musical. Ik heb dit jaar ook een grotere rol gekregen. Daar ben ik erg blij mee, omdat ik het heel erg leuk vind om te doen. Ik speel Penny Lou Pingleton. Dat is een meisje dat eigenlijk altijd naar de moeder luistert. De moeder is gelovig en heeft me eigenlijk heel braaf opgevoed. Ik luister eigenlijk altijd naar wat mijn moeder wil. En ik word verliefd op iemand. Maar eigenlijk in die tijd is dat nog zwart en wit gescheiden. Maar wij spelen het op een andere manier. Bij ons zijn ze roodharig in plaats van zwart. Omdat we eigenlijk geen donkere mensen in ons showboatteam hadden. En onze regisseur vond het niet netjes om de mensen zwart te gaan schminken. Daardoor hebben we ze rood gemaakt. Dan heeft iedereen rood haar. Daar word ik verliefd op. Maar ja, dat vindt mijn moeder natuurlijk totaal niet goed. Tracy Turnblad, mijn vriendin, die komt op voor de discriminatie. En die wil dat iedereen gelijk wordt. En daar is ze voor aan het strijden. En ja, waardoor ik verliefd kan worden. Dan zou ik zeggen dat het een hele leuke musical is. En dat ze zeker moeten komen kijken. Het is echt een feel-good musical voor echt het hele gezin. En gewoon lekker komen kijken in de Schouwburg bij Showboat. Bestel uw kaarten nu op showboatmusicals.nl.